Hallo, een nieuwe video van de nieuwste video. Aaron's gemixte video's. Ik ga nou uitleggen wat dat is. Dat is Aaron, dat is gewoon een video, maar dan met meerdere YouTube-kanalen erbij. En dus nu hebben we twee YouTube-kanalen die jullie vast al wel kennen. Videodraak en Juffiani. Oh, hoi. Hoi. En dan gaan wij vandaag vouwen. Ja, jij wilde leren vouwen, hè? Daar begon het mee. Ja. En jouw grote broer kan heel goed vouwen. Ja. Yep. En ik kan alleen navouwen. Dus ik kan niks uit mijn hoofd vouwen, maar ik kan wel iemand navouwen. Dus ons idee is, jij gaat ons leren vouwen een... Wat wilde je ook weer leren vouwen, Adam? Kraanvogel. Een kraanvogel. En dan help ik Aaron met zijn kraanvogel. En eigenlijk zitten we dan verkeerd, hè? Ik moet Aaron helpen. En daarna, Aaron, wat was de bedoeling als we hebben leren vouwen? Wat wilde je er nog meer dat we gingen doen? Als niet echt iets, eigenlijk blijven vouwen. Dus als we die kraanvogel nou af hebben, dan gaan we meerdere dingen vouwen. Oh, ik dacht dat jij zei dat wij een wedstrijd moesten doen, Noah en ik. Ja, maar dat gaan we gelijk doen. Ja, dus eerst gaan we leren vouwen en daarna moesten wij een wedstrijdje doen. En ja. Wat was het ook alweer? Wie het mooiste kan vouwen. Ja, en nog eentje toch? Wie het mooist en wie het best. Nee, koelst. Klopt dat? Was dat wat hij zei bij het eten net? Nee, volgens mij zei hij dat het wie het mooist en wie het kleinst had. Ja, volgens mij ook. Zei jij wie het mooist en wie het kleinst kon vouwen. Klopt dat of niet? Nee. Nee, dus wat wil je als wedstrijd? Wie het best kan vouwen. Wie het best kan vouwen. Ja, dat is dat weten we al. Dat is Videodraak. Die kan uit zijn hoofd vouwen. Dus die kan het best. Eigenlijk wie ik het beste vind vouwen. Ja, maar je laat je broer altijd verliezen. Je kan nooit van je broer kiezen. Dus we moeten even eerlijk afspreken. Okay. Iets wat gemeten kan worden. Iets wat je duidelijk kan zien wie daarin beter is. Geen idee. Geen idee? Nou, anders houden we aan wat je zei bij het eten. Je zei bij het eten wie het mooist en wie het kleinst, zei je. Want dat is best moeilijk. Als je het kleinst doet, dan kan ik niet meer leren. Oh nee, maar we gaan eerst leren. We gaan eerst oefenen. Ja? Of anders laten we het alleen bij het oefenen. Nou, dan het mooiste en het best. Oké, nou, we gaan gewoon lekker aan de slag. Hey, jij gaat het ons leren, hè? Ja. Ik denk dat we even van plek moeten wisselen, want dan kan ik hem helpen vouwen, ja? Ja. Oké, ik heb net drie vouwblaadjes of allerlei kleuren vouwblaadjes gepakt. Welke wil jij, Aaron? Welke wil jij? Groen. Groen? En jij? Pak maar even welke jij wil. Ik wil wel geel. Geel. En ik ga voor roze. Goed, we moeten jou nadoen. Dus ga jij een beetje hier in het midden en dan doen wij samen. Zo. Dan doen we jouw groene samen. Ja, wat moeten we doen? Een driehoek vouwen. Een driehoek. Kan je dat, Aaron? Ja. Ja? Oké, en nu? Wat moeten we nu doen? Weer openmaken en nog een driehoek vouwen. Oké, openmaken en aan de andere kant een driehoek vouwen. Weet je nog wat ik tegen je had gezegd? Ja, hoe noem je dit? Kruis. Een kruis, goed zo. En dan een schuine, hè? Een schuine. Oh, hij is niet helemaal netjes, kijk. Puntje moet echt daarop. Nu is hij... Ja. Nee, is niet erg. We zijn aan het oefenen. Dus is niet erg. Leg het puntje er maar goed op. Even gewoon lekker rustig aan. We doen geen snelheidsprijs. Inderdaad, ik lig nog bijna twee stappen achter. Oh nee, ik weet wat ik zei. Nou? Ik zei en wie het snel. Oh, nou dat verlies ik sowieso. Je broer vouwt bijna elke dag. Dus oké. En nu? En nu moet je vierkanten vouwen aan rechthoeken en vierkanten. Oké, dus nou gaan we... Dit is een schuine kruis wat we hier hebben. Nou gaan we een recht kruis maken. Dus dan ga je hier van dit, ga je daarop leggen. Oh, zo. Ja. Ja, doe maar. Vouw maar dubbel. Nee, ik help je even. Stik je in de weg.
Het is niet echt nodig, maar ik heb hem toch al gevouwen. Ja, maar het is wel belangrijk inderdaad, hè, dat je hem goed vouwt. Dan wordt je werk het mooist. Goed zo. En dan? Vouw hem weer open. En maak je een kruis. Hou hem wel op dezelfde kant steeds. En dan maak je een kruis. Dat je niet omdraait. Wat moeten we nu doen? Moeten we niet... Oké, de rechter. We een recht kruis zijn we nu aan het maken. Nee, zo? Ja. Dus dan hebben we een recht kruis en een schuin kruis. En dan hebben we de basis vouwen. Niet alle basis niet helemaal netjes, zie je dat? Nee, maar even goed erop leggen. Netjes erop leggen. Nee, met het hoek. Moet ik even helpen? Wow. Ja, bij vouwen is dat wel belangrijk. Als jij wil leren vouwen, dan moet je ook wel leren dat je dat wel netjes moet doen. Dus daar moet je echt extra je best voor doen. En dat moet dan wel, want anders dan gaat je werk mislukken. En nu? Omdraaien. Oké, dus eerst open doen en dan omdraaien. Dat hij een beetje als een tentje naar boven wijst. Omdraaien. Ik heb hem opgenomen. Nee, kijk, die van hem wijst naar boven zijn tentje. En bij jou moet dan ook een tentje naar boven. Okay, ja, dan druk je naar beneden. En nou druk je dat naar beneden, oké. Okay. Het een beetje zo iets met. Ja, dus dan druk je het een beetje zo in, zo, oké. Okay. En dan vouw je deze vouwen naar het midden. Nee. Kijk deze. Dit. Die moet je pakken. Die moet je even indrukken, zei hij. Die pak je dus. En dan, waarheen? Ik heb het niet gezien. In het midden, naar het midden. Oh, ik zie hem niet. Je pakt hem, ja, drukken en dan... Oef, joh, je geeft ons wel een hele moeilijke. Ja, dat hoort bij een... En dan naar het midden, die kant op. Nee, wat dan? Je hebt hem wel omgedraaid, maar dit moet gewoon dubbel vouwen. En dan heb je al... Gelijk. Gewoon, zegt hij dan. Jongen, dat is niet gewoon. Ik doe dit elke dag. Ja, ik weet het. Ik merk het, maar wij niet. Ja, weet je al wat je moet doen dan? Wauw, goed zo. Jochie toch. Jij hoeft helemaal niet te leren vouwen. Jij moet mij leren vouwen. En dan zit je te zeggen dat wij jou moeten leren vouwen. En dat doe je ook aan de andere kant. En nu? Andere kant. Oh, oké. Okay. En dan... En dan moeten we dicht houden? Ja, oké. Okay. Nou, die kant, zo. Ik snap het dan. Jij snapt? Oh ja, doe jij het maar, want jij wist het. Ik wist het niet. En die andere kant. En die andere kant ook. Jij weet het echt. Wacht even, je moet wel dit naar beneden. Kijk, dit. Hier, die moet wel netjes, zo. Ja, en nou nog een keer? Nee, daarheen toch? Of zie ik het dan fout? Ja, doe ik maar. Jij wist hoe je het moest. Hij moest het zo? Nee. En je moet deze dingen gewoon... Had je niet een kikker of zo kunnen uitkiezen? Iets wat makkelijker was. Dat is ook moeilijk. Ja. Maar ik kan dit wel, maar ik doe het altijd anders dit. Even nadenken, hoe doe ik het altijd? Ik weet hoe jullie doen. Kijk. Ja, ik doe het op een andere manier. Ja, ik vind dat lastiger, want anders... Want dit is namelijk... Ja, andere, snap je? Want er komt straks een moeilijke stap. En die is makkelijker als je het op deze manier doet. Want dan vouw je hem in een driehoek. Ik pak hem gewoon even uit je handen. Zo, even kijken. Hoe deed ik het ook alweer altijd? Oh, je doet hem altijd... Nee, dat doe je niet zo. Je doet het zo. Pak hem zo en doe je zo. Nee, zo deed ik het ook niet. Echt niet? Want dat zijn de enige twee manieren die ik ken. Ja, nee, ik weet het alweer. Ik deed hem altijd zo. Wacht even. Zo, en dan die twee. Kun je nog aan het opletten, kleintje daar? Kijk, van die twee moet je dan gewoon zo naar binnen hebben, die punt. En dan moet je die... Wacht even. Het gaat dus echt om deze twee punten. Let je even op. Het gaat echt om die twee punten. Die duw je naar elkaar toe. En daarna druk je hem zo naar beneden. En die druk je naar beneden en die druk je naar beneden. Kijk, dat kan ik wel. Dat andere kan ik niet. Ja, maar nu heb je hem verpest. Nou heb ik hem verpest. Ik heb hem niet verpest. Zo moest het echt. Het moest echt. Zo moest je het doen. Jij wou hem. Ja, nou dat doe je hem opnieuw. Dan doen we hem weer terug. En dan zeggen we, huppakee, good luck Chuck. Ga het maar doen. Ja, goed zo. Nee, dat niet. Dat niet. Kijk, die twee. Oh, nee. Ja, je weet hem. Ja, zo ja. Ja, dat is hem. Je kan het. Woehoe, goed gedaan. Oké. En nu zie ik, kijk, hij wijst die naar boven en alle losse puntjes wijzen naar beneden. En nu? Oké. Zo komt er weer een moeilijke stap aan. Nou,
dan. Oh, kijkers willen wel meekijken. Oké, maar dit is makkelijker nog. Ja, maar niemand kijkt, niemand kan meekijken. Oké, dit is nog makkelijk. Ja, kan jij die? Andere kant, andere kant. Ja, die moet ook zo meteen. Ja, die moet allebei de kanten. Allebei de kanten, ja. Kijk, kijk, hij maakt een vlieger. Kan jij dat, een vlieger? Ja, zo, maar dan die andere kant. Oh, dus hij moet vanaf hier beneden. Je maakt ook echt gewoon... Kijk, echt kijk even naar je grote broer. We draaien hem even om, dan kan je kleine broertje meekijken. Zo, kijk, dit moet je maken. Een vlieger. Kan je dat? Nee. Oh. Nou, zie je deze? De punt hier zo? Oh, die moet je zo doen. Bijna, die moet daarheen. Nee, ja, wel naar het midden, naar het midden. Wel eerst even moeite doen om naar het midden te gaan. Zo, kijk. Ja, doe maar. Vouw hem maar. En de andere kant ook. Ja, de andere kant mag je ook. Dat mag je helemaal zelf doen. Zijn we er al bijna? Ja, bijna. Bijna. Moet je hem omdraaien, En hetzelfde doen. Oké, okay, doe maar. Ik ben eigenlijk je grote broer aan het napraten. Ja. Ik ben een papegaai. Ja. Ja, dan weet ik het, hoe het is om papegaai genoemd te worden. Oké, en nu? Heb je hier zo? Oh, wat heb jij netjes gevouwen. Goed gedaan. Dat is de reden dat het zo lang duurt, maar... Okay, dan moet je deze nu? Punt naar beneden. Kijk wat je grote broer doet. Deze punt. Punt naar beneden drukken. Ja, doe maar. Beneden? Ja, naar beneden duwen. Ja, en dan over die rand. Over die rand, dus over deze rand. Oh, die nee. Moet blijven liggen. Zo ja, heel goed. Oké. Heel goed vouwen. Vouw je alles weer op. Oh, wacht even. Ik ga extra goed voor je vouwen zo. Ja, vouw je alles ook. Maar alleen aan deze kant, alleen aan deze. Ja. Heb je gezien wat hij deed? Nee. Nog een keer? Kijken, hè? Ja, zo ja. Doei. Vouw je alles open. Alleen aan die kant, ja. En die omhoog ook weer, zo. Oké. Ja. En nu? Dan doe je hem open. Oh, dit wordt moeilijk. Let op. Dit is echt moeilijk. Doe je hem open. En dan druk je deze randen die je hebt gemaakt. Flappen aan de zijkant. Naar beneden. En wat een makkelijkere manier is om te laten zien, is ik hou hem zo. En doe ik hem weer dicht. En dan zie je dat ik dat in de heb ingevouwen. Ja. Wacht even. Niet vet drukken. Even kijken. Zo. Die doe je omhoog. Via die lijn. Kijk, die. Doe maar. Duw je omhoog. Zo. Nee. Ja, gaat goed. Dan dit flapje vouw je zo naar binnen. Over deze lijn die je ziet. Zo, kijk. Dat is de lijn die je net hebt gevouwen. Die wil ik niet doen. Ja, en dan druk je hem weer even naar beneden. Dan heb je al één stuk gedaan. Dan druk je hem even naar beneden. Zie. Zo. Okay. Zie, één stuk is gedaan. En dan doe je hem weer omhoog ogen. En dan doe je die andere kant. Ja, en dan doe je die andere kant naar binnen. Naar binnen duwen. Goed zo, je kan het. Ja, ga door. Ja, goed zo. Heel goed. Ja. Lukt het zelf of moet ik helpen? Je moet helpen. Ik moet helpen. Okay. Oh, heb hem. Ja. Je hebt hem bijna al zelf, hè? Mama, van jij nog mee met je roze papier? Oh ja, maar straks als jij zei dat we de wedstrijd moesten doen. Ik moet alleen al proberen om te onthouden wat we hier allemaal doen. Dat is een beetje lastig. Oké. Ja, en dan doe je hem weer naar beneden. Ja, goed zo. Omdraaien. En dan druk je deze punt naar beneden hier zo. Punt naar beneden. Deze? Ja. Goed zo. Dan doe je weer alles open. Heel hard duwen, want dan kunnen we het zelf doen. Maar even, dit moet wel netjes. Het punt is, hij was moeilijk. Hij is moeilijk als je dit niet netjes hebt gedaan. Als je het wel heel netjes hebt gedaan, is hij wel makkelijker. Oké, alles weer open. Ja, en dan punt weer omhoog die. En dan ga je het zelf te doen. Maar hoef je dit keer niet naar beneden te doen als je denkt dat je het kan. Nee. Alleen dit flapje. Alleen die. Dus je denkt dat je het kan? Dus je doet hem weer open. Als je denkt dat je het kan, hoef je niet meer dit te doen. En dan weer naar binnen doen. Ja, wacht, we zijn nog niet zo ver. We moeten ik ben ook nog niet klaar. Ik snap als je bedoelt. Als je het kan, dan kan je het gewoon in één keer alles doen. Oké, duw maar naar binnen. Goed zo. Ja. Duwen. Ja. En dan weer naar beneden duwen. Keurig. Die is goed. Kun je zien dat die al goed is. Doe je hem weer open en dan doe je de andere kant. Ja. Kun je iets meer naar het beeld zo? Ja, zo ja. Keurig. Jongen, jij kan al een kraanvogel op jouw leeftijd. Dat kon ik niet toen ik zo jong was. Maar toen kon jij blijven en dus niet. Ik kon wel vouwen, maar nog geen kraanvogel. Ik kan wel. Ja,
Volgens mij heb ik ook alleen een vlieger of zo. Of misschien een patatzakje. Nee, dat is een patatzakje. Ja. Dat is moeilijk. Oh. Ik kan dat nog geen eens. Oh ja, we zijn er al bijna. Wat leuk. Oké, en nu? Kijk naar je broer. Wacht even. Kijk naar je broer. Dan doe je flap gewoon. Flap omhoog, oké. Aan de andere kant. Andere kant ook. Dus omdraaien. Nee. Zo. Omdraaien je werkje. En die andere flap ook omhoog. En nu kan ik hier iets leuks zeggen. Dit is de vogelbasis. Yes, we hebben de vogelbasis geleerd. Oké dan, nu kunnen we alle vogels maken. Ja, bijna allemaal. Maak je een leuke dinovogel. Oh, wel onder de camera, voor als je grappige dingen doet. Of je kan het ook gewoon de dino-basis noemen. Oh ja, dat kan ook, hè? Want je kan er ook dino's mee maken. Ja, dat is waar. Maar de meeste dingen maak je op deze. Zo. En nu, wat gaan we nu doen? Let je op. Wacht. Eerst doe je dit. Oh, wacht. Zover zijn we nog niet. Oké, wacht even. Oh nee. Zo, leg neer. En nu? Doe je deze vouwen naar midden. Welke? Of deze dan? Deze, de flap zijn. De flap. Helemaal in. Nee. Oké, ja. Wacht even. Zo. En dan mag ik heel even de pootjes zien. Die zijn beneden. Pootjes zijn beneden? Ja. Ja, oké. Deze, die. Nee, dat gaat bij ons fout. Oh, hier. Pootjes zijn hier. Hè? Pootjes en beneden. Ja, maar doe nog eens. Ja, kijk eens. Kijk, heb je ook eerst dit? Oh, ja. Oh ja. Deze. Kijk. Die, deze hele zijkant. Klap je naar het midden. Doe je zo. En doe je aan de andere kant allemaal. Die kant ook. En alle kanten ook doe je zo. Goed naar het midden. Heel netjes. Kijk, hij moet echt heel netjes. Alles. Ja, zo ja. Heel goed. Ja, oké dan. En dan draai je hem om. En dan doe je precies hetzelfde aan beide kanten. Oh, dus hier zo. Ja. Yeah. Oké. En dan de andere kant ook. Zo. Ja, wel netjes hè. Goed zo. Ja, uitstekend jochie. Nou, tante Cynthia zal het wel leuk vinden dat jij daar ook mee bezig bent. Tot nu toe heeft ze alleen maar origami van je grote broer gezien. Nog niet van jou. Ik help je even met dit stukje, ja? Dat moet even iets netter. Nee, ik heb een Flappy Bird in mijn collectie. Heb jij een Flappy Bird in je collectie? Van Noah gekregen. Ah, oh, dat is lief. Hij maakt altijd wel mooie dingen voor jou, hè? Oké, en nu? Waar dit? Oh, heb je gezien wat hij met zijn pootje doet? Oh, zo omhoog. Ja. Eentje, één pootje. Kan je nog iets zeggen? De Flappy Bird is makkelijker dan de kraanvogel. Ja, doe maar. Omhoog. Schuin omhoog, ja. Oké. Doe je met de achterkant ook? Achterkant ook. Maar deze moet toch ook? Wacht even, we moeten niet helemaal eens kijken hoor. Want hij moet iets zo, toch? Ja, maar iets helemaal zo gezet. Ja, zo. Aan de andere kant. Andere kant ook. Ik vond dit altijd zo. Ik denk altijd zo. Toen vond ik het een beetje op een raar beest lijken. En ik dit ook. Oké. Ja. Dat lijkt nu meer op een vis. Oh ja, en nou de vleugels, toch? Nee. Oh. Als je dat hebt gedaan, dan vouw je dit ding open. Oh, het lijkt nu op een teug. En dan vouw je een vier. Jongen toch. Doe je deze open. En dan? Via die vouw. Oh, naar binnen. Ja. Naar binnen. En dan weer terug. Oké, ja, hebben ze. Oké, die vouwen weer terug. En nou, dit stuk hier. Even kijken hoor, wacht even. Hier is die vouw, hè? Ja. Zo zie je die vouw daar? Ja. Ja? Nou, dan doen we deze zo open en dan moet je hem zo naar binnen vouwen via die vouw. Ja, naar binnen drukken. Ja, doe maar. Aan de andere kant doe je dat ook. Goed zo. En dan moest hij terug, of niet? Is hij terug? Nee. Nee, want jij hebt hem. Laat eens kijken. Zo. En hoe heb jij hem nu? Ik heb hem naar binnen. Wat heb je gedaan? Ik moet hem toch naar binnen gaan. Ja, maar hij moet wel schuin, toch? Laat eens kijken. Schuin. Zie, schuin. Oké, andere kant ook. Ook weer open doen. En dan naar binnen vouwen. En dan wel schuin. Ja, wel naar boven. Ja, doe maar naar boven. Nee, niet hier al schuin. Nee, hier gaat hij wel gewoon zo naar binnen. Maar als je hem dan zo omdraait, trek je hem zo schuin. Ja, hoe maakt het je? Oké, druk maar plat. Plat drukken zo. Precies. Dat ben jij toch lief voor je kraanvogel. Oké, en nu? Kijk even bij je broer. Deze vouw doen. Dat wordt de staart of de kop? Kop. Kop, dat wordt de kop. Hoeft niet per se aan mijn kant, maar ik doe het gewoon aan deze kant. Ja, oké.
En doe je eigenlijk hetzelfde als bij de... Even de kop vouwen. Eigenlijk hetzelfde als bij de nek en de staart. Je vouwt hem open. Ja, wacht even. Laten we eerst even de kop vouwen. Laat me je kop zien. Nog iets groter, anders wordt het straks heel moeilijk. Want hij moet naar binnen weer, zometeen. Hij lijkt nu meer op een zwaan. Laat eens kijken. Oh, prachtige zwaan heb je gemaakt. En kijk. Ja, en dan open. Vouw je de kop weer naar binnen. En dan naar binnen. Ja, even zo dat kijkers mee kunnen kijken. Oké, ja. Kijk, en nou doe je hem dus zo. Even kijken hoor. Dus hier, dit is de vouw die je hebt gemaakt. Die. Zie je die vouw daar? Ja. En dan doen we hem zo open. En dan via die vouw zo heb je zo... Kijk, dan heb je zo je kop. Zie je dat? Ja. Nou jij. Open. Ja, en dan kop naar binnen duwen. Ja, goed zo. Prachtig. Ja, mooi. En dan drukken we hem zo plat. Zo. Hup, hup, hup. Jij gaat hem zo plat drukken. Oké, en nu? Hou je de vogel recht naar beneden. Heb je gezien? Ja, zo. Zodat je nog steeds die bol op de rug kan zien. Oké. Doe je aan de andere kant ook. Oh, we hebben een kleine bobbel. Aan de andere kant. Nee, nog iets verder naar beneden. Nee, je moet hem helemaal zo ver als je kan naar beneden. Oké, okay, zo ver. Kijk, helemaal. Ja, dat wil ik doen, mama. Oh ja, tuurlijk. Sorry, schat. Het is mijn kraanvogel. Het is jouw kraanvogel. Andere kant ook. Ja, goed zo. Goed plat maken. Yes, en nu? En dan? Hij is bijna klaar. Dus alleen dit laat doen. Laat kijkers ook meekijken. Wat gaan we doen? Dit doen. Wat doen we? Nou, de poot gewoon een beetje verspreiden. En dan blaas je in het gaatje. Blazen? Ja, dan kan dit ding... Wauw, ik heb nog nooit een kraanvogel opgeblazen. Nee, je hoeft niet per se te blazen. Oh. Maar je moet een... je blaast in zijn staart. Je moet een beetje trek zodat dit ding plat kan worden. Oh ja, wat gaan we doen? Oh, moet ik eens dit ding proberen plat te krijgen. En daarom blaas gaan we nou ik wel of niet hierin. Blazen? Oh ja, laat me zien als je blaast blazen. Dan. Nou, doe maar, laat me zien dan. Meestal moet je hier dan ook een beetje indrukken. Oh, wat doe je nou, mag ik iets zeggen? En dan... Nee, niet in zijn billen blazen. De onderkant blazen. Hier is een gaatje. En daar gaan we in blazen. Als het niet lukt, mag je mij vragen. Dan blaas ik toch weer. Waar is die van jou gebleven? Mama, je bult. Wat heb je met zijn bult gedaan? Weggedrukt. Oh, je kraanvogel heeft geen bult meer. Oh, kijk, ze kunnen helemaal niks zien. Moet ik het doen? Ja. Ja? Oké. Maar je hoofd mag er toch niet voor? Nee, maar ik zal niet met mijn hoofd voor de camera hangen. Wacht even. Die bult net niet helemaal weg. Ik trek hem iets open, want dan wordt het gaatje wijder. En dan kan ik het wel doen. Hey! Kijk, zo. Nou is die bult opgeblazen. En dan? Ja, maar moet die verder opgeblazen of is die goed zo? Ja, is goed. Is goed. Hij is er niet iets te dik. Beeldje, zo. Hij is niet iets te dik. Oké, nou dit is jouw kraanvogel. Ben je er blij mee? Ja, hij kan vliegen. Oh, mag ik erin knijpen? Ja, je gaat je gang. Het is jouw kraanvogel. Ik ga je dan niet meer afnoemen. Wat ga je doen dan? Oké. Hey, wat is nou de bedoeling, Aaron? Zijn we klaar of wilde je nog iets? We zijn nog 20 minuten aan het racen. Filmen, dus ik vind het eigenlijk wel goed zo. Racen. En jullie gaan racen. En nog meer dingetjes vouwen. Ja, maar niet meer met deze video. Dat wordt dan een andere video, oké? Het is echt al 20 minuten. Nou, op mijn kanaal heb ik ook een kraanvogel gevouwen. En hoe heet jouw kanaal? Mijn kanaal heet Videodraak. En daar laat ik jullie zien met instructies hoe je dit ding maakt, deze kraanvogel. En ik zal wel in de beschrijving een link plaatsen naar jouw kanaal, ja? Ja. Nee, even wacht. Hou hem even aan. Er komt iets geks aan. Oh, dat is grappig. Miriam. Ga jij afscheid nemen van je kijkers? Laat zien wat je hebt gemaakt. Nee, we gaan nog racen. Oh, race maar. 3. Nee, vouwrace. Oh, ja, nee, maar nu... Kijk, we zijn al heel ver, dus dat is wel goed. Kunnen we in een andere video wel de race doen, ja? Kan ik ook even oefenen, want je broer is hier echt goed in. Laat je zien wat je hebt gevouwen en ga je afscheid nemen van je kijkers? Wegwezen, het is mijn huis. Oh, nee, Noah, even weg. Oké, en wat zeg je dan? Bedankt voor het kijken.